Chilenisme Enter is heel roerig geweest. Ze hebben hele goede tijden gekend tijdens de bloeiperiode van de Zompervaart. En slechte tijden toen deze activiteiten verloren gingen. Maar de ondernemingsgeest is gebleven. En het bedrijf hier, Colisse, dat getuigt daarvan. Maar niets komt vanzelf. We moeten wel wat voor doen. En dat is nu zo, maar dat was vroeger ook zo. Wij praten vaak heel makkelijk over schippers, over de zomperij, wat er allemaal, schipperij, wat er bij de zomper allemaal pas ging. Maar je moest wel vracht hebben. Je moest wel, tegenwoordig noemen wij dat acquisitie, maar je moest wel op pad om vrachten op te halen. En dat deden de senioren. En die gingen te voet bijna dagelijks het achterland in, zeg maar, Hoorn, Hengelo, Enschede, om de zaak vol te krijgen. En als ze natuurlijk van de andere kant kwamen, wilden ze ook retourvrachten hebben. Ook toen al was de vrachtprijs per ton, per kilometer heel belangrijk. En dat is vandaag de dag helemaal niet anders. Ja, daarom is het ook zo leuk dat wij in dit bedrijf even mogen zijn, want ook die geest van de combinatie van verkopen, ontwikkelen, laten fabriceren, transporten op grote schaal, kunnen we hier weer terugvinden. Bij het wegbrengen in 1942 van de laatste zomp naar Arnhem heeft een voor ons onbekende dichter een klein gedichtje gemaakt en dat is vandaag wel van toepassing. En ik hoop ook dat die wens heel veel in vervulling gaat en dat is ook wel een beetje gebeurd hier. En dat gedichtje dat luidt zo: zo vangt dan de eindse schipperie, nog glorie tiet, voor goed verbie. Hoppelijk neemt lot eens weer zijn keer en weent de industrie het weer. Nou, ik denk nu we hier zijn dat dat gebeurd is en wij feliciteren de familie Roetgering met Colisse daar heel hartelijk mee. Gerrit Kraar die zal nu het eerste exemplaar aan Maurice aanbieden. Als je ook bezig hoort met zaken van de zon, dan is dat waarschijnlijk een bepaalde gekte. Harris heeft zo ongeveer zijn ziel en zaligheid erin om de werf te realiseren en de vriendschap te bouwen. En hetzelfde treft hier ook al voor de keels van de werf. Kerkhof, Meijer, Handsteden, Taken, Frontrot, Schepers. Maar de regel is nog lang niet op. Ze ziet bereik een volle tijd en vakmanschap, maar vooral ook een de volle leefde in te steken. Marins Waanders, Arie Bos, Marins Janssen, Wim Landman, alle maandagen zaten ze achter de paparazzen. Morel en Terbergen zorgt voor de gastenorganisatie. En zelf heb ik ook met volle plezier aan het puzzelstukje geworden, wat dan bij elkaar een beukjes hebben. En dan ook Schutten heeft vergeten, dat is een mooie Dries, en een deel van zijn jeugd heeft gescheurd aan het verzamelen van alle materiaal in Eindhoven toen de oude schippers nog leefden. En als dat niet gedaan had, dan had ik geen zonken kunnen bouwen. Maurice, alsjeblieft. Wat willen we doen? Dankjewel. Dankjewel. Het viel er nog niet lang op die holling. De stichting, denk ik, was mijn anderhalf maand alleen. Kwam ze, ja, we wilden wat vrouw. Zo en zo. Ik zeg, ja, heet niet iemand anders. Of doe je die eer niet, kun je niet iemand van de stichting doen, want ik ben ook niet drokken geweest met de zoon. Nou, toen kwam ze zo van Brum, dat ze daar wou. Ik zeg, nou ja, ja, ja. En ik zeg, maar ik hoop niet zo van, ik hoop niet in de kraan, ik hoop niet op de vuurgrond. Maar ik moet hier de eerste regen zien, dan zal dat bij eten zijn. Ze wil allemaal wat bij mee, maar ze wil niet op het vuur opzitten. Toen ik een beetje de redenen en verklaringen van de stichting hoorde, ik denk van ja, daar zit misschien wel iets in. Hoe ze vroeger de handel deden, hoe ze vroeger met de boten aan Bentheimensteen, vuur het paleis op de Dam, hebben ze volgens mij gevoerd. En klompen en ganzen, die ging duur naar Engeland, hè. Vuur die tiet was dat, ja, zeg maar, de rest van de wereld. Vier waren 20 jaar alleen, een van de eerste naar de val van de muur, die met allerlei handel naar Rusland ging. Via een van de eerste die destijds allerlei dingen kopieerden, noormaakten in Taiwan, voor die tijd, wij deden dat niet vullen. En eigenlijk wij steeds, iedere 5-6 jaar, moet je het hele bedrijf aanpassen. Dus eerst even kopiëren, toen leer die produceren. Via waren 12 jaar alleen de eerste die in China waren, voor onderdelen voor zonwering, daar zat nog niemand.
zeg maar van de grote producenten, begint die dingen te maken. En iedere keer zie je toch dat je bedrijf hebt aangepast. En iedere keer als je dan terugkijkt, onbewust ben je een bepaalde richting opgegaan. En hij dat niet aan het doen waar je voor de was. Dan heb je gewoon 4 jaar later een probleem gehad. Op dit moment is het misschien wel het snelste. Ik heb eigenlijk nog nooit zo hard de markt hoe het verandert, de markt hoe in elkaar zit, de situatie op de hele wereld. Nou, heel erg de gedachte die we noemen, waar je dood, waarvoor richting hij ook gaat. En dat je ook vroeger was alles makkelijker en dan kon je naar de bank en dan kreeg je geld. Dat is nu heel anders, dus je moet veel meer berekenen, nadenken en heel gericht met je zaken doen. Wat wel leuk is, niet dat dat door ons was, maar hij museert. Die waren dan toen een van de eerste die met handel begonnen op Azië en over de hele wereld. En nou heb je best wel veel jongens van de jongere generatie die allemaal internationale handel doet. Of wij ze vrouwen, nou we weten van ja, ik wil in de handel. En ja, dat is voor ons ook wel leuk. Of dat jongens bij u komt, een advies. Of dat ze geen naar een bepaald land willen of dat ze wat vrouwen.